Ik ben net geïnterviewd door de Joodse Omroep, maar eigenlijk wat er dan van over is. Die zit nu bij de EO en een programma. Je zult maar uitverkoren zijn. En ik ga even twee dingen praten: één over dat programma en ten tweede over wat eigenlijk gebeurd is met de Joodse Omroep. Alfred Edelstein, jij was de directeur van de Joodse Omroep die zit nu tegenwoordig bij de EO. Hoe, Hoe werkt dat? Ja, klopt. Ik was uh, directeur van de kleinste omroep van Nederland. Dat was de Joodse omroep, inderdaad. En uh, die is opgeheven. Dat is uh, het gevolg geweest van een uh, besluit van, uh, van de vorige regering, van uh, Rutte II. Nou ja, dat was maar... dus niet alleen maar de Joodse omroep, maar ook de moslim de hindustaans. Ja. Iedereen is opgeroepen. Wat, 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 en waar zit jij nu bij? Uh, wij zijn uiteindelijk overgegaan naar de EO. Die heeft ons gastvrijheid geboden. En daar zijn we ingetrokken. En uh, nou, dat is uh, allemaal keurig. Nette mensen, uh, keurige mensen. Kantine, goed eten, allemaal prima. Hoeveel uur televisie mag jij nu maken van, vanuit jouw titel? Um, 25 uur moeten we maken. We krijgen budget voor 25 uur televisie per jaar. Okay. En wat voor soort programma's maak je? Informatief. We zitten op NPO2, dat is ons, uh, ons thuisnet. Uh, documentaires, informatieve series. Okay. Even over de Joodse gemeenschap. Hoeveel Joodse mensen hebben we in Nederland ongeveer? Nou, in de, in de meest ruime uitleg ongeveer 45.000. Daar zitten dan ook Israëli's bij. 45.000 en het was ooit uh, zo'n 130.000, en dan heb je het over de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat weten we allemaal, dus ja. inderdaad. Even nu over het programma. Uh, je zult maar uitverkoren zijn. Je bent uh, uh, de samensteller ervan. Uh, waar gaat het programma over? Nou ja, ik, 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 ik ben bij, bij, bij Alfred ook aangeklopt met het idee uh, voor een programma. Ik dacht, nou, het, het, Joden vervullen een, 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 een rol in allerlei uh, gebieden op een heel eigen manier. En uh, ik zou het uh, in, in, de, in de filmindustrie, uh, in de wetenschap. Uh, de meest uiteenlopende plekken. En het leek me interessant om te kijken: van hoe, wat is de, de achtergrond daarvan? Wat is de context waarin die bijzondere prestaties uh, tot stand zijn gekomen? Ja, daar heb je me dus ook inderdaad voor geïnterviewd. Dus ik heb ook gezien: van, het is een half procent van de wereldbevolking, 30 procent van de Nobelprijswinnaars. Uh, je hebt me gevraagd om te kijken over de techneuten zeg maar in Silicon Valley. En dan inderdaad uh, Larry Page en uh, Sergey Grin van Google, Mark Zuckerberg. Uh, je hebt natuurlijk Intel die begonnen is. Uh, en, 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 Larry, en, en Larry Ellison van Oracle. Honderden mensen die zeg maar, aan de top zitten. Maar hetzelfde geldt voor Wall Street, hetzelfde geldt voor het uh, de filmgebeuren. Ontzettend veel mensen in de politiek, in het congres. En jij gaat daar een jij gaat daar in graven. Van waar komt dat succes nou vandaan? Ja, en da dan geldt uiteraard dat telkens is er eigenlijk gewoon sprake van een persoonlijk verhaal. Ja. Het is een individueel verhaal elke keer. Het is natuurlijk onzin om te denken dat daar een soort meta heel groot. Uh, geen, uh, conspiracy. Geen, 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 consp conspiracy. geen conspiracy. Nee, geen conspiracy. Maar wat je wel. wel wat je kan, je kan wel soms kan je bepaalde uh, uh, lijnen zien. Uh, en, en daar ga je op zoek. Daar ga je naar op zoek. Oké, okay, wat zijn de mensen die uh, behalve dan mij heb je een beetje over techniek uh, geïnterviewd en zo. En, en ook een beetje wat ik er zelf van vind. Maar wie zijn nog meer gasten die we kunnen verwachten? Nou, uh, later vandaag komt bijvoorbeeld uh, Maarten van Rossum. Uh, die, uh, die, die komt. Die kennen we, ja. Ja, nou, die, die, die gaat uh, vanuit historisch opzicht een aantal mensen uh, uh, duiden. Ja. Uh, we hebben uh, uh, gisteren Dan Hasler forest uh, 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 geïnterviewd. De uh, uh, expert aan de Universiteit van Utrecht op het terrein van media en hoe media functioneren. Ja. We krijgen vanmiddag ook Hans Knoop, die uh, iets zal vertellen, onder andere van de Joodse onderwereld. Uh -huh in uh, Joodse onderwereld. Oh, daar oh, gaan we ook nou, he, dus, Dat is heel mooi. Ja? Dus, 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 dus je blijft ook gewoon kritisch kijken. Ja, nee, we, gaan, we gaan niet alleen maar halleluja-verhalen delen... ...van hoe leuk het is. Nee, we gaan ook dus ook, ook de Joodse boeven... ...de, de, de Koza... En ook heel Nostra. succesvol. De Kosher Nostra heb je ja. in de Verenigde Staten... Met, ...met Meijer Lansky... ...een van de grondleggers van Las Vegas. Dus nou, dat is een beetje zo'n afwisselend beeld. Te okay. of, wat is jouw achtergrond en je naam? Nou... Ik, ik ben zelf uh, Maurice Zwirk. Ja. En ik ben mijn grootouders komen uit uh, Polen. Ja. Ik ben zelf in Parijs geboren uh, en eerste deel van mijn leven daar opgegroeid. Uh, Mijn familie woont verspreid over de wereld. Van, van Zweden tot uh, Hongarije, tot Verenigde Staten, Frankrijk. Okay, dus je hebt in ieder geval dat zelf meegemaakt. Ja. Hey, wanneer krijgen we de eerste aflevering? Uh, wanneer komt die uh, op, uh, op de buis? Dat weet ik niet. Misschien dat Alfred daar iets... Alfred. Ja, Alfred. Hoeveel ja. afleveringen worden het? Uh, het worden zes afleveringen van 40 minuten. Die komen op NPO 2. Alleen we weten nog niet wanneer dat gaat worden. Want het hangt af van de programma ja. Nou, sterker nog van de netmanager. En die gaat daarover. Oké. Okay. Maar is het ergens... Tweede helft van dit jaar, of is het volgend jaar, of nee, dus, uh, dit jaar na de zomervakantie, dat sowieso. En wat, wat wil jij eigenlijk met dit programma? Waarom ben je dit, uh, heb je dit gemaakt? Want normaal, wat ik dus gewend ben aan Joodse mensen... die zeggen, het valt allemaal reuze mee. We hebben helemaal niet zoveel beroemdheden. We zijn helemaal niet zo rijk. We hebben allemaal ontzettend naar beneden gedaan. Maar nu is het echt zo van, waar komt dat succes nou vandaan? Ja, nou, uh, hoe dit onderwerp uh, tot stand is gekomen... Maurice meldde zich bij mij uh, met dit plan. En uh, ik was onmiddellijk aangesproken. Want um, hoe je het ook wint of keert... Uh, het Jodendom dat is eigenlijk de schatkamer van de mooie onderwerpen. Nou, en dat gaan we dan ook terugzien in deze serie. Dus ik was meteen enthousiast en uh, ik ben ontzettend blij dat we, hem, uh, dat we hem ook kunnen gaan maken. En dat we ook uh, de Nederlandse televisiekijker kunnen meenemen in dit spannende verhaal van, uh, van de Joden en hun bijdrage aan de wereld. Mag ik je nog een vraag stellen? Maar natuurlijk. Kun je alsjeblieft gewoon niet alleen maar de tv-kijker erbij pakken. Maar gewoon zorgen dat we het op YouTube kunnen zien. Op Facebook. In ieder geval op de plekken die er eigenlijk op een gegeven moment online toe doen. Want tv is zo'n dood, doodgaand medium. Ja, ik, ik begrijp uh, dat je er zo tegenaan kijkt. Ik kan je één ding garanderen: deze reeks komt in hele uitgebreide vorm op YouTube. Die deal hebben we dan nu gemaakt, bij deze. Nou, jongens, we kunnen niet zien wanneer het uitgezonden wordt. We weten ook niet wanneer het online komt, maar het komt. Je zult maar uitverkoren zijn van de EO. En daar heb ik dus nu voor de eerste keer aan meegewerkt: aan een Joods programma binnen de EO. Nou, dat is, het kan niet gekker worden.